Ultra stond op een van de eerste CD's die ik ooit kocht. En ik zag laatst een versie op YouTube waar alles in zat, behalve die gitaarpartij die ik zo mooi vind. En er stond onder Greetings from Ukraine, een Ukrainische gitarist die dat stuk zo mooi vond in die opname gebruikte. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel leuk om dat stuk eens in te studeren. Want het is ook bijzonder pittig om te spelen en dan vond ik ook zo'n goed in te zetten.